nummer over zorgen schreef ik een stuk over hoe poëzie een praxis van zorg kan zijn, een tool voor solidariteit, een manier ook om zowel als individu als groep te helen. Ik ging daarvoor te raden bij Aja Monet, die op haar beurt sterk is geïnspireerd door het erfgoed van de Afro-Amerikaanse dichter June Jordan. In het stuk zelf vertel ik meer over June Jordan zelf en het belang en de kracht van haar uiveren en stem. Maar wat ik nu graag wil doen, is delen hoe zij de rol van de dichter begreep. The role of the poet is always to be as honest as possible and to be as careful about the trust invested in you as you possibly can. Then the task of a poet of color is to rally the spirit of your folks. I have to get myself together and figure out an angle, a perspective that is an offering that other folks can use to pick themselves up, to rally and to continue, or even better, to jump higher, to reach more extensively in solidarity with even more varieties of people, to accomplish something. And I feel that it's a spirit task. En dat idee van poëzie als een vorm van truth-telling, dus een vorm van waarheid spreken, zie je heel sterk bij Jordan. En dat maakt het voor haar ook onvermijdelijk politiek, poëzie. Maar ook dat idee van a spirit task, dat zag ik ook bij Aja Monet, die poëzie omschrijft als food for the soul. Dat past heel erg in het proces waar ik mij nu bevind, namelijk van het leren of eerder ontleren van poëzie als hoofdzakelijk iets van het hoofd. Maar net te proberen resoneren op wat je inderdaad een spirit of zielsniveau zou kunnen noemen, zonder al te esoterisch te willen klinken. Ik lees graag een gedicht van haar voor. De keuze was heel intuïtief. Het was ook heel erg moeilijk, omdat zij heel veel prachtige, supersterke gedichten heeft. En het is een heel ondankbare taak eigenlijk om daar zo één stukje uit te lichten. Maar wat interessant is, is dat dit eigenlijk eerder een van haar liefdesgedichten is. Maar dat is misschien ook net mooi, omdat ik dat vaak zie bij makers en schrijvers van kleur en ook bij mezelf, dat die, het werk waarin bepaalde thema's aan bod komt, die te maken hebben met strijdbaarheid en verzet, dat vaak alleen dan nog gezien wordt. En dus misschien is het net mooi dat dit er voor een stuk aan voorbij gaat, maar natuurlijk nooit helemaal kan. The morning on the mountains. The morning on the mountains where the mist diffuses down into the depths of the leaves of the ash and oak trees, trickling toward the complexion of the whole lake. Cold. Even though the overlooking sky so solemnly vermilion subdivides the seeding stripes as soft, as sweet as the opening of your mouth. Je lichaam past in the mond van een berg je benen. I was born a black woman. Onder zijn glooiende ribben, brown woman, ijzig, gutst je gil over zijn rillende huid. And now I become a Palestinian. Je ogen vloeien over in de grenzeloze, groenblauwe lucht die zich tegen de berg aftekent. Of is het omgekeerd? Wat tekent zich tegen wat af? This is that love. En zie je de bladgouden gloed die daar rechts in beeld bezig is te verdwijnen? Groeit hier nog iets en wat dan en uit welke tijd en wat hoor je wat? This is that love. It's here between us, growing. Wat vertelt deze wind je zonder herinnering, zonder oorsprong? And who will join the standing up and the ones who stood without sweet company? Adem van een eeuwig kind omgekeerd, gestorven licht will sing and sing back into the mountains. Wij worden en gebeuren hier en, if necessary, even under the sea. We are the ones we have been waiting for.